All Sports Radio Live is powered by Irima. Sportswear since 1900. Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio. Afgelopen weekend was het feest voor badmintonster Selena Peek, want zij wist 2 gouden medailles te pakken tijdens de Scottish Open Grand Prix. Zowel in de vrouwendubbel als met Cheryl Seijnen als in de mixdubbel met Jaco Arends was ze de sterkste. En dat na een pechjaar 2017 mogen we toch wel stellen. Selena, hele goede middag. Hey, goedemiddag. Ja, allereerst van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het is inderdaad een top resultaat wat ik heb behaald. Ja, want wat een jaar heb jij achter de rug, hè? Ja, dat was echt een zwaar klote jaar, om het zomaar, excuus voor mijn taalgebruik, om het zomaar uit te drukken. Zeg maar, na de Olympische Spelen ben ik behoorlijk in een zwart gat gevallen. Dus dit is wel een enorme fijne opsteker dan weer. Ja, en natuurlijk heel veel last gehad met blessures en dergelijke. En dan herstel je daarvan. Dan moet je natuurlijk uiteraard ook richting Schotland. En ook die voorbereiding loopt niet helemaal lekker. Ja, dat kun je wel stellen, ja. We zouden op dinsdagochtend zouden het vliegtuig instappen naar Schotland. Nou, toen werd ik maandag op dinsdagnacht werd ik echt wakker van de kiespijn. En toen ben ik midden in de nacht maar om 4 uur s'nachts naar mijn ouders gegeven. Ja, ik moet om 8 uur bij die tandarts op de stoep staan. Kijken wat ze kunnen doen. Misschien kan ik dan alsnog mijn vlucht halen. Nou ja, een kleine 2 uur later bleek dat mijn verstandskiezen zwaar ontstoken was. Dus die moest eruit. Dus ik zat met een dikke wang, zat ik daar. Nou, uiteindelijk heb ik de vlucht omgeboekt naar de dag daarna. S'avonds aangekomen in Schotland. En om 10 uur s'ochtends volgende dag stond ik op de baan. Maar het ging eigenlijk hartstikke top. Oh, dat is wel heel erg mooi, ja, uiteraard. Want ik kan me voorstellen met net getrokken verstandskies uit noten dat het niet heel lekker voelt. Nee, dat was zeker niet ideaal. En gelukkig was het wel boven. Dus de ingreep was iets minder gecompliceerd. Maar met een paar pijnstillers en paracetamol was het heel goed te doen. En ik had echt een toptandarts die me goed uitkreeg. Dus wat dat betreft heb ik daar eigenlijk weinig last van gehad. Maar heel lekker was die voorbereiding natuurlijk niet. Ja, hoe communiceer je zoiets naar Cheryl en Jaco toe? Want daar heb je natuurlijk ook nog rekening mee te houden. Ja, zeker. Dan heb ik een mooi voiceberichtje gestuurd om 4:30 s'nachts. Van ja, jongens, waarschijnlijk, ik weet niet of ik het ga halen, maar ik heb onwijs last van mijn tanden. Van mijn kies in dit geval. En ik doe alles wat ik aan kan doen. Ik ga straks naar de tandarts. Ik hoop dat ze meteen eruit trekken. En dan hoop ik jullie gewoon snel te zien. En ik heb ze natuurlijk op de hoogte gehouden. En die tand was wel redelijk vroeg was hij eruit. En toen heb ik gewoon meteen ook mijn technische directeur gebeld van hey, is goed, dus ik mijn vlucht omboek naar de volgende dag. En dan zie ik jullie gewoon morgen. Ga lekker trainen daar, doe je ding. Maak je gewoon geen zorgen om mij. Ik red me wel. En dat is ook gebleken, gelukkig. Nou, gelukkig wel. Dan ga je met zo'n rotvoorbereiding eigenlijk richting de Scottish Open. Wat zijn dan vooraf je verwachtingen eigenlijk? Ja, het is sowieso een hele gekke week, want mijn oud teamgenootje, mede-badmintonner Erik Meijs overleed natuurlijk na een afschuwelijk ongeluk. Dus dat was sowieso een hele rare emotionele week. Ik kwam ook aan en we halen daar zeg maar onze accreditatie op. En alle namen waren natuurlijk al afgevinkt omdat ik te laat of een dag later binnenkwam. Alleen mijn naam en zijn naam stonden nog open. Dat was toch wel heel erg confronterend hoor, om dat te zien. Ja. En, maar goed, weet je, op dat moment, we hebben ervoor gekozen om toch te gaan. Ik ben daar en daar probeer ik altijd het beste van te maken. En ik had wat geluk in mijn loting. Ik zou eigenlijk met Cheryl meteen tegen het eerste geplaatste Russen uitkomen. Nou, er waren wat koppels weggevallen beneden. Dus er werd een redraw gedaan. En daardoor hadden we een wat relatief makkelijkere loting in de eerste paar rondes. En dat was toch wel fijn om een beetje in te komen. Maar goed, met Jacke kroop ik uiteindelijk ook door het oog van de naald in de eerste ronde. Door met 21-19 maar te winnen, de derde game. Mm-hmm. Dus ja, weet je, als je zo'n wedstrijd bekijkt, ik bekijk eigenlijk altijd wedstrijd per wedstrijd. En dan zie ik het wel. Dus, en dat is goed uitgepakt. Nou, wat ik ook een mooi gebaar vond trouwens, is dat jullie ook met rouwbanden omspeelden, hè? Ja, we hebben heel veel gecommuniceerd natuurlijk. Van hoe kunnen we het doen? Ik had stiekem gehoopt dat die begrafenis later zou zijn. Maar die bleek al vrij snel dat die vrijdagmiddag zou plaatsvinden. Ja, dat gingen wij gewoon niet halen. Tenzij we de uitlagen natuurlijk. En het leek ons daardoor wel heel erg mooi en gepast. Als we dan in ieder geval met die rouwbanden op konden spelen. En daar lag ook een mooie condolenceboek die de spelers zelf konden tekenen. En die worden afgegeven aan zijn familie ook. Dus dit was het minste wat we konden doen. En zo was het in ieder geval een beetje bij in gedachten. Ja, precies. En ook uiteraard de titels opgedragen aan hem. Prachtig gebaar overigens. Maar dan voordat zo'n week. En dan uiteindelijk kom je richting de finale.
Ja, hoe ga je er dan in? Want dan is het ineens van, nou wacht even, nou zijn we toch wel heel ver gekomen. Ja, ja zeker. het is mooi, want we gingen, volgens mij de Nederland het sowieso heel erg goed. We hadden zelfs één dag dat volgens mij van de x-aantal partijen dat we er maar één verloren. En zeker op baan 2 wonnen we geloof ik alle partijen. Dus die hadden we ook de oranje baan maar tot omgedoopt. maar ja, we hadden allemaal een vlucht staan op zaterdagmiddag. En ook het hotel. Dus ik had mooi mijn spulletjes meegenomen naar de hal. Toen dacht ik, ja weet je, win ik dan geen probleem, boek ik alles om. En verlies ik, dan probeer ik die vlucht te halen. En nou ja, gelukkig moesten we uiteindelijk moesten hem allemaal omboeken. Maar we gingen dus zo erheen dat op dat moment, gingen we daar eigenlijk heel relaxed naartoe. En weet je, dan kun je alleen maar, wat mij betreft, alleen maar winnen. Ja, en dan de finale zelf uiteraard. De vrouwendubbel met Cyril en natuurlijk de mixdubbel met Jaco. Neem ons dus mee naar die wedstrijden. Wat voor wedstrijden waren dat? Ja, dat waren eigenlijk twee... De mix heb ik al één keer eerder tegen deze tegenstander gespeeld. Dat was in september op de België International. Toernooi wonnen we overigens ook. En toen wisten we het koppel te verslaan in 3 games. Maar goed, ze hadden natuurlijk Robin en Cheryl verslagen. En ja, die vinden wij gewoon een heel goed koppel. Mm-hmm. Dus we wisten dat we daar heel erg moesten staan. Nou ja, nu werd de damesdubbel als eerst gespeeld. Tegen deze twee Russen heb ik nog nooit eerder gespeeld. Sta ik qua ranking lager dan de eerstgeplaatste Russen die de dag ervoor versloegen. Maar ja, op zich zegt dat allemaal ook niet zoveel. Dus ja, wat doe je dan? Je analyseert ze, je bereidt je zo goed mogelijk voor. En ik ga gewoon altijd all in elke wedstrijd. En helaas hadden we een wat slow start. Er was ook wat kantverschil. Dus dat wil zeggen dat de ene kant was echt beduidend langzamer dan de andere kant. Ze moesten gewoon veel harder slaan om de shuttles weg te krijgen. Nou, eigenlijk begonnen we een beetje te langzaam met de verkeerde tactiek, waardoor we overrompeld werden. Nou, heel gelukkig, na die eerste set heb ik ook tegen Shell gezegd, weet je, maakt niet uit, we gaan gewoon nog harder werken. Dit is de betere kant. We zien wel wat er gebeurt. Niet in paniek raken. Het is pas 1 set geweest. Dit is onze kant. Nou, gelukkig begon dat na 11-9 begon dat te lopen. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk volgens mij niet echt meer in gevaar geweest. Dus ja, dat was gewoon onwijs lekker. Het waren hele lange rallies. Volgens mij, die pot duurde ook uiteindelijk een uur. Ik heb echt keihard gewerkt. Dat merk ik uiteindelijk ook in die mix. Ik ging daarna, ik had volgens mij 2,5 uur zo ertussen zitten, tussen die 2 finales. Dus ik ging nog, daarna begon ik aan een warm up. Dacht van, oh, oef. Benen voelen redelijk zwaar, zeg maar. Ja. Maar goed, Jacco zag er fris uit. Hij heeft natuurlijk niet zijn heel lekker gevoel naar zijn eigen mannendubbel overgehouden. Maar we waren eigenlijk echt vrij zelf in staat om dat om te zetten. En die mix, ja, die ging echt fantastisch. Dat is echt één uit het boekje. Ik denk dat dit een van onze betere mixen, beste mixen, toch wel ooit is geweest. Ik zat overal tussen. Ik voelde me lekker op de baan. Ik domineerde dat net. En je ziet ook aan die scores. Ja, we wonnen met 2x10. Lijkt heel afgetekend en dik. Maar ja, we speelden gewoon echt onwijs goed. Dus met een lekkerder gevoel kon ik zeggen, maar toen nog niet eindigen. Ja, en dan zo'n 2 prachtige overwinningen natuurlijk dan op de Scottish Open. Wat zit er nu aan te komen? Ik vlieg vanmiddag naar huis. En dan vlieg ik donderdag weer naar Denemarken voor een competitiewedstrijd. Ik heb er nog 3 te gaan dit jaar. Ik zou Italië spelen, maar daar heb ik me voor teruggetrokken in december. Met name om mijn lichaam gewoon fit te houden. Dus in plaats daarvan, zo mentaal als fysiek, neem ik even een kleine break. En dan om in januari, we gaan de eerste week van januari vliegen we weer naar Thailand. Gevolgd door Maleisië, dat zijn 2 grotere toernooien. En dan begint ons seizoen eigenlijk weer. Dus het is een stukje zelfbescherming. Ik heb nu veel gespeeld, ik zit er goed in. Nu is het tijd voor even een stukje ontspanning, het lichaam laten herstellen. En dan hopelijk gewoon een blessurevrij jaar tegemoet te gaan. Ja, want dat mag ook zeker naar 2017. Laten we hopen dat 2018 een blessurevrij jaar mag worden. Hey, Selena, mag je danken voor je tijd en natuurlijk nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Leuk dat jullie belden. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.